Ja, het is de tweede wedstrijd in Europa League. Dus ik vind dat redelijk vroeg, maar ik denk dat je hier wel een goede stap kan neerzetten. De eerste wedstrijd belangrijk dat we die gewonnen hebben. En ja, ik denk dat we dat hier ook moeten doen. Ja, ik denk zomaar dat Dynamo Moskou wel eens de sterkste tegenstander in jullie groep kan zijn. Ja, ik denk dat Dynamo Moskou en Panathinaikos ook heel erg sterk is. En het is alleen maar mooi om sterke tegenstanders te hebben. En ja, dan kunnen we het morgen hier laten zien. Ja, wat is je indruk van je komende tegenstander? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat we nog niet veel gezien hebben. Omdat de dag iets gewijzigd is door de vertraging vanochtend. Maar ik ken natuurlijk een aantal spelers en dat zijn goede spelers. Dudzak, Manulev, Douglas, Büttner, dat zijn leuke tegenstanders omdat je ze in ieder geval kent. Ja, inderdaad, jij zegt het. En, leuk om tegen die jongens te spelen, maar ja, morgen is dat anders. Morgen moeten we gewoon zorgen dat we een resultaat halen. Wat zou een goed resultaat zijn? Een gelijkspel? Als je wint, dan is dat altijd een goed resultaat. Dus ja, en daar voetballen we ook voor. Maar ik zou zomaar kunnen, en misschien dat jullie het niet openbaar maken, maar dat dat in het achterhoofd toch een beetje speelt, van dat verliezen deze ene keer misschien wel net iets belangrijker is dan de absolute wil om te winnen. Nou, ik ga altijd een wedstrijd in om te winnen. En ik denk dat met mij heel het elftal dat doet. En daar gaan we morgen ook voor. We gaan niet een wedstrijd in om niet te verliezen, om gelijk te spelen bij wijze van spreken. We willen gewoon winnen. Ja, het is ook de eerste wedstrijd na de vorige. Een vorige waar veel over nagesproken is. In de pers, in de media, door de supporters, maar ook door jullie zelf. Ook een soort wedstrijd om revanche te nemen, misschien wel op jezelf. Ja, nou ja, dus wat je zegt, de tweede wedstrijd dit seizoen waarin we niet gewonnen hebben. En ja, we maken er geen ramp van, alleen de manier waarop, dat kon niet. En dat moet anders. En dat willen we morgen weer laten zien.